Hey, welkom bij een nieuwe video. Ik begin deze video op Schiphol samen met Richie. Wij gaan op vakantie naar Kreta. Het is om precies te zijn 4:30 ochtends. We zijn hier al een tijdje. We vliegen rond 6:00. Het is raar. We weten allemaal wat er nu in de wereld speelt. En ik heb dubbele gevoelens om nu op vakantie te gaan. Het is aardig druk voor deze vroege ochtend op Schiphol. We zijn een beetje afgelegen ergens gaan zitten. Want ja, je wilt niet tussen alle mensen zitten. We hebben Starbucks gehaald. Ik heb de caramel macchiato. Ik vind het echt schattig als ze moeite doen om iets leuks bij mijn naam te schrijven of zetten. Het is een hartje. Ik vind het gewoon leuk. Ja, ik neem jullie deze vakantie mee. We gaan laten zien wat er allemaal voor avonturen op ons pad komen. Hoe wij, zeg maar, vakantie tijdens deze pandemie ervaren. Dus doe alvast een duimpje omhoog. En laten we maar met de vakantie beginnen. Ik weet niet of ik te verstaan ben, want we zitten natuurlijk in de lucht. Maar ik heb mijn mondkapje even af, omdat wij wat lekkers hebben besteld. Ik heb ook op mijn thee met een stroopwafel en ik heb op mijn thee even mijn stroopwafel gezet, zodat hij warm wordt. Maar als ik dit op heb, gaat het mondkapje er weer op. Maar het is redelijk rustig in deze vlucht. Voor ons zit niemand, achter ons zit niemand. Eigenlijk zouden we een stoel achter zitten, maar we zitten nu bij de nooduitgang. André. Welkom in onze hotelkamer. Even een korte storytime. We hebben een upgrade genomen. Het kost ons wel extra geld, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want het is het echt waard. Ik ben zo blij dat we hier zijn. Het is zo ontzettend fijn. Nu al. En ik heb nog niet eens de rest van het hotel gezien. Maar ik ben zo excited om deze roomtour te geven. Dus laten we maar snel beginnen. Nou, ik sta in de badkamer. We hebben hier een hele grote spiegel. En nog een kleine spiegel voor de close-up. Prachtig dit. Een wastafel met allemaal goodies, ja, tandenborstel, zeepjes en zo. Handdoeken. Oké, ik ga niet alles af, maar we hebben hier de douche. Best wel ruim. En het gekke aan deze douche is dat er een spiegel in zit. Dus je kan lekker naar jezelf kijken als je naakt bent. Leuk. En dan hebben we hier het toilet. Dat hebben we ook, niet te vergeten. Zie je nog iets bijzonders? Nee. Oké. Nou. Dan hebben we hier een soort van opbergruimte. Met een kast, badjassen, een spiegel. Onze koffers staan nu hier. We hebben hier een bankje. Onze minibar. We hebben een koelkast met geen inhoud. Maar daar kunnen we wel dingen in stoppen natuurlijk. Koffie en thee. Dan hebben we hier ons bed. Heel erg fijn. Richie die op bed zit. Een Finn die daar staat. Een tv. En hiervoor hebben we de upgrade gedaan. Voor een balkonnetje. Je hoort ook een gek geluidje. Maar ik zal straks laten zien wat dat gek geluidje eigenlijk is. Klinkt een beetje als een grasmaaier. Maar dit is ons uitzicht. Hoe prachtig is het wel niet. We hebben uitzicht op het zwembad. De zee. Mijn voeten verbranden, dus ik ga even van dit stuk af. Maar dit is zo ontzettend mooi. Nou, en dan hebben we hier hetgene waarvoor wij de upgrade hebben gedaan. Het is een jacuzzi. En natuurlijk hebben we de mogelijkheid om beneden bij het zwembad te zitten. Maar dit is toch wel extra fijn. Een beetje toch wel privé gedeelte. Daar hou ik wel van. Dus ik ben wel blij dat we deze upgrade hebben genomen. Dan hoef je niet altijd helemaal onder de mensen te zijn. En nu ook helemaal vanwege corona en zo is het wel fijn om toch wel even tot jezelf te kunnen komen. En je kan niet altijd zeggen dat je een jacuzzi hebt op jouw hotelkamer. I like this. Dus ik ga me straks denk omkleden en hierin even chillen. Want ik heb echt verkoeling nodig. Het is zo warm hier. Zo mooi.
Hier was ik aan toe. Was jij hier ook aan toe? Zeker, alleen ik moet morgen en nog 3 andere dagen vol aan school. Helaas. Ja, officieel is het een zomervakantie. Nou ja, de zomervakantie alleen. Alleen mijn opleiding die denkt weer even mijn vakantie op het begin. Ja, die verpest het dan weer voor nu. Maar we maken het beste van. Thank you. We hebben hier homemade lemonade. Even een kleine vakantieupdate. Het is 6:30 geweest, Creta tijd, want het is een uurtje later hier. We zaten net even binnen, maar we hebben schaduw opgezocht. We hebben nog steeds een lekker drankje. Maar het is aardig druk hier wel. Het is niet zeg maar enorm druk, maar er zijn wel wat mensen. We gingen net ook even een rondje lopen, gaan een klein stukje wandelen hier. Maar eigenlijk is het nog best wel wat gesloten, er is niet echt veel leven. We zien wel wat we allemaal gaan doen. We willen sowieso wel een dagje naar de oude stad. Maar het is een beetje aankijken hoe wij deze vakantie gaan indelen. En anders wordt het gewoon alleen maar chillen. Want ik weet niet of ik dat al gezegd, maar we hebben hier een all-inclusive verblijf. Dus ja, we kunnen hier gewoon eten en drinken. Dus dat scheelt natuurlijk. We zijn dan niet afhankelijk van restaurants hier buiten de deur. Dus ja. Maar kunnen we het even hebben over hoe mooi het hier is? Het is heel erg, hoe zei jij het net, mooi? Exotisch. Ja. Ja, prachtig. Het heeft wel wat. Iedereen is nog lekker aan het zon. Ik vind die tent echt heel erg nice. En achter Richie heb je ook een soort van, het lijkt van een barretje. Ik weet niet exact wat het is. Dat is een snackbar. Oh, het is een snackbar. Ik vind dat ook een leuk hoekje. Ja, het is zo fotogeniek. Op de een of andere manier vind ik het toch wel een klein beetje gekkig om op vakantie te zijn. Ik weet niet. Ik moet je wel eerlijk toegeven dat ik er ook niet helemaal mee bezig was. Want ja, het kon ook zo zijn dat deze vakantie helemaal niet doorging. Maar ik vind het wel lekker om er even tussenuit te zijn. Maar wij gaan nu avondeten. Het is bijna 7:00. En ik ben benieuwd wat er allemaal is. Ik heb best wel een trek. We zitten al aan tafel en we kunnen straks eten halen. Een soort van buffet. Maar ik had wijn besteld. Ze zijn hier niet echt gierig met het inschenken. Het zit eigenlijk een soort van zo goed als vol. Maar ja, lekker broodje. Ik vind die glazen hier. Of nou, waar het water in zit, echt heel nice. Het zijn allemaal flessen. Flessen. Beetje vos flessen. Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. Eerste ronde. Ik heb geen idee hoeveel rondes we gaan doen hoor. Maar ik heb hier een burgertje met patat. Ik heb ook een burger, maar dan ook met extra vlees erbij. Tweede ronde. Ik heb pasta. Twee soorten aardappel ideeën. Eentje is met eggplant. Ik ben de Nederlandse naam ervan vergeten. En de andere is iets met knoflook. Eggplant, aubergine. Aubergine. Juist. En je hebt spaghetti. En dan het toetje. We hebben hier coconut rolls. Ik denk chocola, ja. En met kokos. Watermeloen en 2 stukjes meloen. Ritsi heeft bijna hetzelfde, alleen wat heb jij er nog bij? Een karamelkoekje. Ik weet niet precies wat het was. Het ziet allemaal zo lekker uit. Dit is echt de ultieme luxe vibes. Het is 8:30 volgens mij. En ik zit in de jacuzzi en we hebben... Wow, de zon. Straks uitzicht op de zonsondergang. Ik ben echt ultiem aan het genieten van dit. Daar gaat de zon straks onder. Ik vind het nu al prachtig. Vandaag hadden we nog niet gezwommen, maar ik heb net een rondje bij het zwembad gelopen. En er waren al heel wat mensen aan het fotograferen, want het hotel waar ik nu ben staat bekend als influencer hotel. En ik heb gemerkt dat zeg maar rond vanaf 7:00 het perfecte moment is om foto's te maken. Want ik was een beetje aan het observeren wat andere mensen deden. Dus dat hou ik er lekker in. Ik had net een paar foto's gemaakt. Dus Ritje heeft het voor mij gemaakt. En dan ga ik gewoon elke avond rond 7:00, 8:00, 9:00 foto's maken. Helemaal top. Want overdag is het gewoon heel erg druk bij het zwembad. En morgen gaan we even kijken of we bij het zwembad kunnen liggen. Want het zijn 2 gedeeltes hier. Maar omdat het zwembad nu gesloten is na 8:00, is het dubbel zo chill. Dubbel zo chill om nog hier lekker te kunnen liggen. Dus ik ga
geniet wel. Goedemorgen, dit is onze eerste echte ochtend hier op Kreta. We beginnen de dag met een goed ontbijtje. Nou, ontbijtje. Het is heel veel, want ze scheppen hier dan voor je op. En ik zei van alles, ja, just a little bit, maar ik heb aardig wat. Ik heb pannenkoekjes met chocola. Dit zijn aardappelkroketjes. Ik wil er echt iets van 3 of zo, maar ja, een beetje veel. Broodje. Bacon en Ritchie heeft ei en ook pannenkoeken en brood. We hebben allebei een cappuccino. Het ontbijt was echt heerlijk. Het is inmiddels hier, nou nog steeds mega vroeg, 8:30 geweest. En er is bijna niemand hier bij het zwembad. In vergelijking met gisteren is het zo stil. Maar ja, weet je, het is wel even lekker. We hebben een plekje weten te scoren. En we gaan vandaag de hele dag hier lekker spenderen. Ritchie moet vanmiddag nog wat voor school doen. Dat is wel aan de ene kant jammer. Maar ja, hier in de buurt valt er ook nog niet zoveel te beleven. En dan gaan we later deze week echt op pad. Maar deze vakantie is ook voornamelijk om een soort van, ja, om op te laden. Om eventjes er tussenuit te gaan. Te relaxen. Zo ontzettend gevoelig voor hotels met een heel mooi interieur. Eigenlijk op basis van het interieur heb ik dit hotel uitgekozen. Het is niet gezonder of whatever, maar ja, ik voel het gewoon zo mooi. Het is Hotel de Syntopia. Dus mocht ik in Griekenland gaan of naar Kreta, dan is dit een heel mooi hotel om te verblijven. Misschien zijn jullie wel benieuwd wat voor zonnebrand ik op vakantie mee heb. We hebben hier de Garnier Sensitive voor je gezicht. Lancaster Beauty and Sun. En deze van Garnier. Deze is echt super fijn. Hij, zeg maar, spuit dan zonnebrand eruit. En het is ook nog eens verkoelend. Dus deze 3 heb ik op dit moment hier liggen. Het is misschien een klein beetje dramatisch. Maar het is 10:30 's ochtends. En we zitten aan de cocktails. Het is een frozen mojito. Hoe vind jij hem? Ja, ik vond het wel een beetje sterker. Dat is wel chill. Het wordt tijd voor lunch. Volgens mij bestaan deze vakantievlogs echt alleen maar uit eten. Maar ik heb een klein beetje rijst, pizza, wortels en een Griekse salade. En jij begint hier met je vette hap. Pizza, lasagne en pita broodjes. Lekker. Voor een avontuurlijke vlog, moet je niet bij mij zijn. Maar ik wilde even laten weten dat wij weer gaan avondeten. Ik heb mijn omgekleed in deze jurk. Ik heb hier een tasje, want hier zit dan mijn camera in. Ik ga nog eventjes wat foto's maken. En ja. Oh, trouwens, ik vind het zo handig dat ik zo'n telefoonhoesje heb. Dan kan ik hem zo lekker om me heen doen. Top. Goedenavond. De zon is langzaam onderaan het gaan. We hebben net heerlijk gegeten. Ik merk echt hier dat ik zoveel eet. Normaal gesproken ben ik ook wel een eter. Maar ja, hier heb je elke dag weer iets nieuws. En denk, oh, dat is ook lekker om te proeven. En dan wil ik gewoon van alles en nog wat eten. Het is echt vol. We zitten nog even hier bij het zwembad. We hebben allebei een drankje. Ik heb een soort van ijskoffie. Een frappe. Ik ben benieuwd of ik het opkrijg, want het is aardig sterk. En dit zit aan de cocktail. Heb je hem al geproefd? Nee. Oké, test. Real life. Zo, hij ruikt wel nog sterk. Zo, en hij is sterk. Nou, lekker. Ze zijn hier niet voorzichtig met alcohol. Maar ja, we gaan even. Relaxen. Content. Ritchie is met mijn camera aan het experimenteren. Goedemorgen, we beginnen deze ochtend op het strand. We hebben net ontbeten. Sorry voor de wind, want het waait zo hard. Maar het is uitgestorven. Het is ook een redelijk vroeg 9:00 's ochtends. En bewolkt.
en bewolkt, maar ik zie een paar mensen. Ik ben zo'n persoon die een stenenverzamelaar is. En ik vind het leuk om bij plekken waar dan mooie stenen zijn, wat stenen mee te nemen. Het is toch de natuur. Kijk hoe pretty. Ja, of je kan dit heel mooi vinden of echt verschrikkelijk, maar ik vind het juist heel mooi. Mocht je ooit in Griekenland zijn, bestel dan de cappuccino Fredo. Dit is een cappuccino, of ijs cappuccino op Griekse stijl, zeggen ze hier in ieder geval. Het ziet er zo lekker uit. We hebben al een keertje het bij het hotel gehad, maar dit is dan bij een tentje genaamd Yolo. We kregen ook water erbij. Het ziet er zo fluffy uit. We zijn op een korte avontuur geweest. Het is gewoon bijna niet te doen. Ik ben gewoon niet gewend dat het zo warm is. Dus ik ben blij dat we niet de hele dag op pad zijn geweest. Maar ik heb wel een aantal dingetjes gekocht. Er zijn hier wel heel veel souvenirwinkels. Ik heb een hoedje gehaald. Ik heb wel een petje mee. Maar ik denk echt voor de afwisseling. Het is misschien leuk om een hoedje te dragen. En ik heb natuurlijk een aantal stenen van het strand gehaald. Ze zijn redelijk mooi. En dan heb ik ook alvast een souvenirtje voor mijn ouders gehaald. Overal waar ik naartoe ga, neem ik iets voor hem mee. Dit is een magneetje met een fiets. Hierbij sluit ik dit deel van mijn vakantievlogs af. Er komt een vervolg hierop. Wij gaan vandaag namelijk naar de oude stad. Mocht je benieuwd zijn hoe wij dat allemaal beleven, kijk dan vooral de volgende vlog. En hopelijk zie ik jullie allemaal daar.